Ik heb eigenlijk al 10.000 dingen geprobeerd. Het lukt me gewoon echt niet. Goedemorgen, het is dinsdag en Sarah is nog aan het ontbijten. Ik heb aangekleed. Sarah, de tand is eruit, maar het is nu heel vies. Weet je, vies iemand zo met eten. Ik heb me aangekleed. Ik heb deze French Connection trui aan. Spijkerbroek van Fifth House en ik doe zo mijn laarsjes erbij aan. En heel erg leuk. Ik ga met een aantal moeders van school best wel veel om. En een van die kon de zoontje niet naar school brengen. Dus de andere moeder haalt op. Die komen zo hierheen, anders zijn ze heel vroeg. En dus we lopen zo met z'n vijven naar school, heel gezellig. En Sarah wil heel graag dat ik hem nog even laat zien. De eerste tandje eruit. En nu mag ze zo natuurlijk meenemen naar school. En ik voel me helemaal mee happy voor haar. Dus dat is helemaal geweldig. Ja, oh. En deze lag onder de kussen natuurlijk. Dus dat is helemaal geweldig. Jij lag op de step. Oh ja. Ze was bij mij in bed gaan liggen. En hij was onder mij geschoven met slapen. Dus ik dacht vanochtend, oh, de tandenvee heeft me overgeslagen. Maar goed, ik ga me even verder klaarmaken. Ze staan zo voor de deur. En dan gaan we een kwartiertje later ongeveer de deur uit. Ik ben wel heel blij, want het tand is eruit. En de tandenvee heeft hem in het doosje gedaan. En ik heb dus centje 50 euro. En dat is echt heel leuk. Ik wist geen eens waar het centje was. Hij lag niet bij mijn bed. Hij lag niet op mijn kussen, maar mama lag op te slapen. Oh, wij zijn filmen jullie. Dat is weer een lamp. Af! Jullie zijn een drukke boel met z'n drieën. Ik heb echt een euforisch meisje naar school gebracht. Die was zo verschrikkelijk blij dat ze de tandje kon laten zien en het centje kon laten zien. Echt helemaal geweldig. En dan had ze natuurlijk al de ochtend dat ze met een vriendje en vriendinnetje naar school kon lopen. Dus helemaal leuk. En zelf voel ik me dan ook helemaal happy. Omdat je dan haar geluk zo ziet, dat maakt je als mama ook gelukkig. Ik ga even eten. En ik heb net een vlog geëdit. Die staat te renderen. So far so good. Ik was heel erg bang dat als ik zou gaan dagvloggen, dat het me niet zou lukken om alle vlogs op tijd online te hebben. Maar tot nu toe gaat het goed. Dus ik hoop dat dat blijft lukken. En na het eten Sarah ophalen. En dan lunchen we samen. Ik eet dan nog wat fruit. En zij gewoon weer brood. En dan weer naar school. Ik heb deze kleine meid weer opgehaald uit school. En die is even aan het lunchen. Ik ga nog even snel een appeltje eten. Ik wil zeggen, tussen de middag gaat het zo snel voorbij. Het is echt nog, wat is het? Iets meer dan 5 minuten en dan moeten we alweer weg. Echt bizar. Ik ben weer thuis en ik heb weer honger. Ik heb altijd honger. Toen dacht ik, nou dan pak ik een lekkere gezonde snack. Maar ik heb dus zoveel gehaald. Het is wel een hele goede manier van lijnen. Maar ik krijg gewoon mijn la niet open. En ik heb eigenlijk al 10.000 dingen geprobeerd. Het lukt me gewoon echt niet. Dus ik moet er echt wat op gaan zinnen. Het is echt frustratie ten toppe. Want het gaat allemaal omhoog. En of die andere lagen bij, krijg het er gewoon niet uitgewurmd allemaal. Alles zit vast. Ik krijg die dingen er niet op en vandaan. Ik wil gewoon een rijstwafel eten. Serieus. Hoe ga ik dit doen? Ik heb mijn la uiteindelijk vanmiddag weer open gekregen. En ben ik er blij mee, want ik kon niet bij me eten. En ik hou van eten, zoals jij. En ondertussen wel weg. Ik heb een stokbroodje aan de oven staan. En zoals het goed is, ja, perfect. En ik heb al lekkere dingetjes klaarstaan. Die heb ik al eerder uitgehaald. Dus ik ga weer eten. Al moet ik zeggen dat ik echt wel heel erg goed gezond heb gegeten de afgelopen dagen. Dus daar ben ik zo blij mee. En een stokbroodje is natuurlijk ook niet zo heel erg. Dus, en ik ben druk aan het editen. Ik lag voor, dat deed ik niet meer. En nu ga ik gewoon zorgen dat ik het doe. En dat doe ik met dit leuke bordje bij. Boop. Dus, en dan komt alles goed. Maar nu eten.
twee vlogs nog geëdit vandaag. Dus dat is mooi. Ik ga de computer nu afsluiten en dan ga ik lekker mijn bedje in. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Duimpje achter te laten natuurlijk. En zie ik je morgen. Doei!